Hallo allemaal en welkom terug bij de Belgian Games. Terug bij de Belgian Games en vandaag ben ik hier met verschillende snapshots, namelijk met 4. Ja, 4 snapshots. Ik was van plan om eerst 3 snapshots te doen, maar de dag waarop je de 4 wilt gaan maken, is er weer een nieuwe snapshot uit. Hoe kom ik erbij dat ik namelijk 4 snapshots heb? Dat is namelijk omdat ik vorige week geen snapshot video heb opgenomen en dat er toen 2 zijn uitgekomen en deze week ook weer 2. Maar als ik stiltjes aan naar boven ga, kunnen jullie al wat zien, namelijk wat er achter mijn rug staat. Maar daar komen we wel bij en nog allemaal andere dingen. Als eerst heb ik hier snapshot 15W43A, maar op dit moment zitten wij op snapshot 15W44B. Dit is dus al 2 weken geleden de snapshot die ik nog niet heb gedaan. Eerst even een paar dingetjes laten zien, namelijk het F3-menu is een beetje veranderd. Helemaal onderaan staat namelijk debug en for help press F3 plus Q. En dat is namelijk F3-menu veranderd. Dus als ik F3 debug functions, keybinds, F3 plus A, F3 plus B, waar ik ook al ooit eens een video over heb. Nu wat ook nog bij F3 bijgekomen is, is namelijk shift F3. En ik moet het juist op de juiste ritme, zoals ze daar hebben. F3 plus shift krijgen we dus dat rond cirkeltje, wat ik eigenlijk nog altijd niet weet voor wat het is. En als volgende hebben we, zoals we kunnen zien, hebben we hier als volgt dit. En op een of andere reden, als ik Minecraft in snapshotwereld opstart, krijg ik maar 20 frames. En daarom dat alles in het rood staat. Normaal gezien moet het bij het blauw lijntje staan, bij 100 frames. Maar op een of andere reden haal ik maar 30 tot 20 frames, zelfs omdat ik nu aan het opnemen ben. En ja, dus als er iemand is die iets kent van Nvidia grafische kaarten op een laptop, want dit is geen vaste computer, weet mij eventjes hieronder iets te melden. En nog eens er iets aangepast, namelijk met game mode. Als je je game mode nu aanpast, ga je de Als je je game mode aanpast naar 0, komt hierbij staan. Normaal gezien. Oké, dat is dus weggehaald in de allernieuwste snapshot. Normaal gezien, als je een game mode 0 zou zetten, kom erop te staan, je spelmodus is omgezet naar survival. En dat hebben ze dus ook weggehaald in deze nieuwste snapshot, heb ik dus zelf nog niet gezien, maar dat is nu aangepast. Wat er ook nog bijgekomen zijn namelijk 150 nieuwe geluidjes in je Minecraft wereld. Ik heb er hier een paar op gesteld, heel weinig eigenlijk maar. Namelijk heb ik een verschil tussen de stenen drukplaat en knop en de houten druknaap en knop. Dus zo klinkt de stenen drukknop. En zo klinkt de houten. Een heel dof geluid. En dan hebben we hier namelijk de stenen drukplaat klinkt zo. Zoals altijd. En de houten klinkt zo. Zoals je wel kunt horen. Oké, ik heb eventjes het geluid volledig omhoog gezet om eventjes het geluid van konijnen te laten horen. Zoals je dus kunt horen is het lichtjes aangepast. Dit is namelijk nu het geluid van konijnen. Help. Oké, dat is dus een nieuw geluid wat er aan toegevoegd is. En als volgend heb ik hier namelijk een nieuwe loot table. Zoals je kunt zien staat hierop, op dit bordje, voor kissen en mobs. En dit is namelijk iets volledig nieuw toegevoegd met namelijk de loot table. En wat houdt de loot table in? Ik ga hier eventjes op deze drukplaats staan zodat het nacht wordt. En ik ga eventjes een zombie inspawnen. Nu, normaal gezien laat een zombie eigenlijk gewoon rotten flesh vallen. Als ik deze eventjes een paar keertjes map, ga je dus zien dat deze, een gouden appel, een emmer, een naamkaartje, 5 buskruid, ijzerpaardenharnasdraad en zelfs 2 botjes eigenlijk tevoorschijn tovert. Nu, je vraagt je misschien af van, hoe kan dit? Nu, dit is een nieuw systeem, namelijk de loot table in je Minecraft wereld. En hoe heb je dit als volgt gedaan? Ik heb namelijk een zombie gesummoned op 2 bokjes omhoog. En dit is iets nieuws, dit is namelijk de Dead Loot Table Chest Simple Dungeon. Dit is namelijk in deze snapshot toegevoegd. Nu, er is nog iets in het latere snapshot toegevoegd. Dat is namelijk de Dead Loot Table Seed. Want namelijk de dungeons worden tevoorschijn getoverd, zou ik het zo noemen, met Dead Loot Table Seeds. Wat houdt deze Dead Loot Table eigenlijk in? Dat is namelijk dat je iedere zombie of zelfs een varkje gewoon bijvoorbeeld 12 diamanten kunt laten vallen. Je kunt nu dus zelf kiezen wat een beest laat vallen. Dit is natuurlijk wel voor mapmakers. Oké, wat ook nog een aanpassing was, dat is namelijk met portalen. Vroeger kon je maar 3 portalen maken, nu kun je er 128 per wereld maken. Oké, dan komen we natuurlijk bij het prachtstuk van deze update en dat is namelijk de iglo's. Als je een iglo kunt vinden, en voor de mensen die zich afvragen waar kun je een vinden, namelijk kun je deze hier vinden. Als je dit kopieert en plakt bij je seed in je Minecraft, kom je vlak bij deze uit.
Dus als ik hier eventjes inga, wat vind je in een igloo? Namelijk een simpel bed, ook nog een werkbank, een redstone fakkel en ook nog een oven. Nu, je denkt bij je eigen, oh, maar simpel, maar het is wel fijn, je kunt erin slapen als je wilt, wel alleen maar 's nachts. Maar je ziet er wat tapijt liggen, nu twee verschillende kleuren, maar als je nu een paar stukjes tapijt zou weghalen en deze eventjes rustig verwijderd van de grond, gaan we in een keer iets opvallen. Als je het laatste stukje weghaalt, huh, een valluik. Nu, dit is de kans 1 op de 2, eigenlijk, of ja, ik weet niet hoeveel, maar de kans bestaat dat je namelijk niks ondervindt, maar bij sommigen heb je dit. En als ik nu hier naar onder ga, wat eventjes duurt, want het gaat vrij diep, gaan we iets heel speciaals tegenkomen. Eigenlijk namelijk precies een holletje waar je van alles in kunt doen. En zoals je kunt horen, hoor je al de zombies. Als eerste heb je hier namelijk een kist zitten en in deze kist zit eigenlijk altijd een gouden appel. Bij iedere kist die je tegenkomt in een igloo zit een gouden appel met nog verschillende andere soorten loot. Ook wat je nog hebt, zijn namelijk eigenlijk een cleric, zo heet ze, of een geestelijk in het Nederlands, die altijd 36 bedorven vlees met een smaragd. Goudstaaf met ook 9 goudstaaf voor 1 smaragd, wat vrijelijk goed is, en namelijk een zombie. Nu, wat je hier in deze brouwstandaard hebt, is namelijk een splash potion of weakness. En wat dat betekent eigenlijk, is als je deze gouden appel en de splash potion of weakness neemt, dat je deze naar deze zombie kunt gooien en deze aan de zombie kunt geven, zodat hij terug een gewone villager wordt. Oké, okay, dan zijn er ook nog 2 talen aan deze snapshot toegevoegd, namelijk Japans en Koreaans. Of ook nog een paar andere talen, maar dat weet ik niet zo heel goed. Oké, okay, dan zijn we bij de volgende snapshot aangekomen. Dat is namelijk 15W43B. Dat was namelijk 15W43A. En bij 15W43B heb ik eventjes dit opgesteld, namelijk een paar koeien en hier een hele hoop schapen die ik nu nog eventjes tevoorschijn ga toveren. En waarom doe ik dit? Dit is namelijk iets heel speciaals. Eigenlijk is dit erbij gekomen voor dove mensen die Minecraft willen spelen. Dus wat je doet is, je gaat naar je escape menu, daar instellingen, muziek en geluid en hier staat show subtitles aan. En wat zorgt het voor? Namelijk wat je rechtsonder kunt zien. Je hebt block broken, chicken clocks, shibas, chicken clocks, cow moose en zo verder. Namelijk zelfs als je Minecraft vooruit doet, komt hierop te staan. Oké, dat hebben ze blijkbaar weggehaald. Normaal gezien moet de Minecraft ook geluid maken. En ook als je met redstone je doet, gaat ook normaal gezien piston moves. En nu kijk ik naar links, gaat links ook de piston. Kijk ik er recht naartoe, staat er vooruit. Ga ik zo, gaat het pijltje naar daar. En zoals je kunt zien is er nog een beetje veel lag op en heel rare tafereelen die gebeuren. Dit kan nog een bug zijn. En schapen, oh je mel, mijn god. En dat kan dus behulpzaam zijn voor dove mensen. En wat er ook nog veranderd is aan deze snapshot is één ding, dat is namelijk water. Het lijkt niet meer zo shitty onder water. Zoals je hier kunt... Als je door glas kijkt. Dus als je door glas kijkt, ga je nu volledig en goed erdoor kunnen kijken. Vroeger liep het water altijd van glas af. Nu kun je er volledig door kijken. Oké, dan zijn we bij het laatste deel gekomen. Maar juist wanneer ik aan dit stuk wou beginnen, heb ik op Twitter gezien dat er namelijk een nieuw stuk bij is gekomen. En daarom heb ik eventjes dit nog ineen moeten flatsen. En zijn hier een hele hoop aanpassingen in dit stuk gebeurd. Maar toch ga ik het jullie laten zien. Dus dit is namelijk snapshot 15W44A. En als eerste is hier loot in kisten zijn veranderd. Nu, deze kisten zijn zelf leeg, maar als ik eventjes naar F3 en N doe, en ik ga eventjes naar onder gaan, en ik ga mijn mijn terug opzoeken. Oké, op een of andere reden vind ik mijn mijn dus niet meer terug. Nu, maar wat was er dus namelijk veranderd? Namelijk, de loot in de kisten zijn helemaal volledig veranderd als je kist vindt. Of in een verlaten mijn. En vooral bij een verlaten mijn ga je namelijk in een kist een hele hoop sporen terugvinden. Nu, er was ook laatst een bug. Maar dat was namelijk voordat de volgende snapshot uitkwam. Was er namelijk een bug dat je in een aanbeeld geen betoverboek kon gebruiken. Waardoor deze er kwam en deze niet meer kon nemen. Maar dat is nu dus opgeruimd met de nieuwste snapshot. Nu, waarom doe ik dit eventjes? Namelijk, op het shield heb ik nu eventjes het mending effect opgezet. En dat is namelijk wat er nu wel kan op een schild wat vroeger niet kon. Namelijk, als ik magers extract ga gooien, ik houd het schild vast, gaat het schild namelijk repareren door middel van XP. Ook is er nog iets gebeurd met de gouden appel. En dat vind ik eigenlijk vrij jammer. De gouden appel zelf kun je maken, maar de notch appel, die je vroeger als volgt moest maken, namelijk een appel in het midden en allemaal goudblokken er rond,
werkt niet meer. Dit recept kun je dus niet meer gebruiken. De Notch Apple kun je zelf niet meer maken. Oké, er is een nieuw item bijgevoegd en dat is namelijk de End Crystal. En End Crystal, wat doet het? Dit is namelijk om ervoor te zorgen dat je, als je eenmaal de Enderdraak hebt vermoord, dat je deze terug kunt spawnen. Nu, vroeger moest dit, namelijk met de vorige snapshot, maar de snapshot is nu geüpdate en dan ga ik. Dat is namelijk dat je met deze paarden, dus de paarden die nieuw zijn in je Minecraft-wereld, dat je deze moest vermoorden en dan kreeg je telkens een End Crystal. De End Crystals kon je dus alleen maar verkrijgen via skelettenpaarden, maar dat is nu veranderd daarachter. Nu, de End Crystals zien er als volgt uit, namelijk zoals dit. Deze kun je enkel en alleen maar plaatsen op endsteen, oftewel op obsidian. Nu, deze dingen kun je namelijk vinden in de End, die je namelijk voor moet afbreken voor de Enderdraak te kunnen vermoorden. Nu, we gaan eens eventjes naar de End gaan en daar zijn ook een paar kleine veranderingen gebeurd. En zoals je hoort hebben we al een eerste effect namelijk gehoord. Dat is namelijk het geluid wat heel lang in Minecraft weg was. En ik zie nu ook dat deze torens heel diep gaan. Nu, zoals we kunnen zien, zien we hier namelijk de Enderdraak een beetje rondvliegen. En een beetje veel lawaai maken. Nu ga ik eventjes hem vermoorden. Kijk eens aan, Enderdraak is vermoord. En dan krijgen we namelijk de portaal. Nu, namelijk de Potion of Night Vision is ook volledig veranderd als we deze namelijk drinken. En we krijgen dan een heel raar effect. En namelijk, dit heb ik gedaan om eigenlijk de Enderdraak te laten zien. Dus wat ik als eerste ga doen, is hier namelijk een End Crystal terugplaatsen. Hier ook nog één en hier ook nog één. Nu, voordat ik de vierde ga plaatsen, wil ik eventjes zeggen, dit is namelijk een ritueel om de Enderdraak terug te spawnen. Dus we plaatsen deze hier. Kijk eens aan. Het ding begint, gaan in alle torens direct een straal uitgeven, gaat deze laten ontploffen en heel veel lek veroorzaken, wat normaal gezien niet hoort te gebeuren. Deze laserstraal gaat dus eigenlijk alle torens kapot maken en de Enderdraak gaat dan hierboven namelijk spawnen. En daar is de Enderdraak. En ik heb namelijk nu een Potion of Night Vision gedronken. Wat er eigenlijk voor zorgt dat je dit dus gaat zien in de End. Je ziet dus de Enderdraak heel goed. Want namelijk als hem korterbij komt en verder weg gaat, gaat hij licht geven. En als je de Enderdraak vermoordt, gaat het namelijk terug weg. Nu, wat je niet moet doen in je echte wereld, is deze dingen kapot maken. Omdat dit volledig alles laat ontploffen. Dus ik heb deze eigenlijk op een slechte plaats gezet. Maar deze dingen gaan dus ontploffen als je deze kapot maakt. En dan is er nog één ding en ik ga namelijk op deze knop duwen. En dat is namelijk als je op een hoogte... Oh, blijven staan. Als je namelijk op een hoogte van hoger dan 300 blokken zijt. Dus 300 blokken, namelijk eigenlijk outside of the world, ging namelijk alles zwart worden. Maar dit is veranderd, namelijk alles wordt nu wit. Dus als we eventjes volledig naar onder vallen en we gaan gezellig door de wolken heen. En op deze slimeblocks leggen hoog de luchten op naar het volgende gedeelte. Oké, dan zijn we aangekomen bij snapshot 15W44B en direct zie je al een verandering en dat is namelijk dit. Namelijk de End Crystal kun je dus niet meer maken via de paarden, maar moet je zelf dus maken. Dit is namelijk een snapshot die uitgekomen is op een vrijdag in plaats van op een woensdag. En in deze snapshot heb je dus verschillende recepten zitten en nog een nieuwe potion en nog van al andere dingen. En namelijk, hoe maak je deze End Crystal? Dat doe je als volgt met allemaal glas rondom, in het midden een enderoog en van onder een gastraal. En dan krijg je één End Crystal en je hebt er zo vier van nodig. En namelijk om deze lichtgevende rots te maken, doe je als volgt met namelijk blijstaf van boven en een popt chorus fruit van onder. En dan krijg je eigenlijk namelijk deze endrots. Je krijgt er vier stuks als je dit namelijk maakt. Chorus fruit kun je namelijk vinden in een nieuwe dimension van de End. En als laatste hebben we namelijk een nieuwe potion bijgekregen. Dat is namelijk Potion of Luck and Unluck. Nu, Unluck kun je zelf niet vinden, of ik heb hem althans nog niet gevonden. Zoals je Unluck intypt, kun je hem namelijk niet vinden. En Luck kun je namelijk wel vinden. Dus dit is namelijk de nieuwe Potion of Luck. En de nieuwe Potion of Luck en de Arrow of Luck, wat doen deze potions? Namelijk als je deze potion eet, drinkt, niet eet, maar drinkt, krijg je namelijk meer geluk. En dit zorgt er eigenlijk voor als je namelijk een zombie gaat slaan, dat je in plaats van één rotten flesh, twee rotten flesh krijgt. Dus een beetje geluk gaat krijgen. Nu, de luck ziet er als volgt uit. Van rechtsboven kun je dus zien dat je een soort nieuw, ja, eigenlijk een klavertje 4 krijgt. En hier ook een klavertje 4. Nu, er is ook een andere vorm, namelijk de unluck potion. En de unluck potion, of bad luck potion, ziet er namelijk als volgt uit. Een klavertje 4 die volledig, ja, gehavend is. Om deze potions in te
spawnen doe je als volgt slash effect je na Minecraft luck en dit is het aantal seconden. En namelijk met de ongelukkige is een luck. Nu er is ook vrijgegeven hoe je pijlen namelijk een speciaal effect kunt geven. En dat doen we als volgt met de lingering potions. De nieuwe soort potions kun je dus ervoor zorgen dat je eigenlijk je pijl en boog, dat je namelijk je pijlen kunt betoveren met iedere potion die je maar wilt. En je moet hiervoor een game mode 0 zijn. Je gooit deze namelijk neer, je schiet een paar pijlen ongeveer in het midden van de lingering potion. Dit duurt maar enkele seconden zoals je kunt zien. Ik gooi deze erin. Ik neem de pijlen terug op en je kunt zien, deze pijlen hebben namelijk nu de Arrow of Leaping gekregen. En dit zorgt er dus eigenlijk voor dat je gaat springen. Nu waar je voor je moet opletten is namelijk hoe je je boog houdt. Want als je je boog zo houdt, gaat eerst deze pijlen afschieten. Als je de pijlen zo houdt, gaan deze pijlen af worden geschoten. Wat je niet kunt doen is namelijk de potions neergooien en deze er gewoon maar ingooien. Dat werkt dus niet, je moet ze echt erin schieten. Maar dit kan nog veranderen in een volgende snapshot. Oké, dan zijn we op het einde van deze video gekomen. Ik hoop dat jullie dit een fijne video vonden. Dit waren namelijk 4 verschillende snapshots in 1 video. Dit is namelijk ook de laatste snapshot die zij uitgeven waar nieuwe spullen in komen. Dus dit zijn alle nieuwe spullen die namelijk in Minecraft zijn gekomen. Ik ga sowieso nog een video maken waarin je alle nieuwe items kunt vinden in je Minecraft 1.9 wereld. Maar ik hoop dus dat jullie dit een fijne video vonden. Gelieve dan een blauw duimpje omhoog te doen. En nog te abonneren voor de mensen die dit nog niet hebben gedaan. En graag wat meer van dit nieuws willen horen. Mijn naam is Jens. En ik zie jullie bij de volgende video. Slash andere video. Ik zie jullie. Tot deze pijl. Ooit weggaat. Kunnen jullie niet, hè? Oké, ja. Doei!